Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag en vandaag ga ik mijn kamer opruimen. Maar eerst is het tijd om het kalenderbriefje van mijn flow kalender af te trekken. Deze vind ik eigenlijk wel echt leuk. Deze is gemaakt door Janet Otter en kan hij vinden op @jnet_otr. Als ik het onthoud, ga ik het hieronder ook linken, want ik vind het echt een heel mooie illustratie. Mocht iemand die deze video kijkt trouwens een idee hebben wat ik kan doen met al die prachtige illustraties, laat het maar dan even weten hieronder, want ik vind het super zonde om ze weg te moeten smijten. Dus laat het even weten. Ik heb al één aan mijn prikbord hangen. Nu is het tijd om een klein beetje orde te scheppen in deze grote wanorde. Toen er mensen trouwens afvragen, deze trui is van H&M. Trade Proof Podcast. Ik heb al een groot deel van mijn kamer geordend. Het moeilijkste deel gaat zijn mijn beautykast. Maar dat ga ik sowieso niet vandaag doen. Veel te veel werk. Terwijl ik aan het opruimen was, heb ik een podcast geluisterd. En nu ga ik eten maken. Hi. Ik heb momenteel deze broek aan. Mijn trui hou ik aan. En mijn broek ga ik wel even veranderen. Dus. Au. Opnieuw. Voilà. Nog even een huurtje. Vandaag ga ik voor deze Vineyard Peach Body Mist. Deze van de Body Shop, deze vind ik iets minder lekker ruiken dan mijn andere. Omdat hij me echt doet denken aan een geneesmiddel. Maar ja, het is wel zo fleurig en... Ja, hij doet mij echt denken aan zo'n keelontstekingsspray. Maar... Straks ga ik boodschappen doen, dus ik moet nog even kijken wat ik nodig heb en wat er bijna op is. Ik zit in de auto, we gaan straks naar een vriendin.